recht opgehouden. Hij gaf me daar ook een beetje een gelaten indruk van, wat is dat hier? Ja, maar heeft hij niet problemen, want hij is nu toch wel echt veel voeling aan het verliezen. Normaal gezien blijft hij toch gewoon in de rij rijden en bergop rijden door de modder. Ja, het heeft eigenlijk iets weg van Gavre als ik het er straks opreed. Dus je hebt beneden een heel modderige strook waar je moet baggeren om in gang te blijven. In dit stuk vooral zie ik Sven Nys moeiteloos terugkeren. Ik had al het gevoel... Toch nog altijd een paar of een heel andere wedstrijd. Dus, ja, en vooraan zat Walsleven. Ik zeg dat daar in Simonek, het is Walsleven. En hier dan Nys in het gezelschap van Welles en Meersen. De Zwitser Julien Tarmarca. En er is toch iets aan de hand met Sven Nys, want hij moet nu toch ook lossen bij Tom Meersen. Ja. En is Corné van Kessel die er nog bij zit, dus de belastingen nog voor die mannen. Is de materiaalpost al gepasseerd? Jij ziet iets. Hier Klaas van Tornhout binnenrijden in de materiaalpost. Marcel Maes er ook, maar ik zie geen Sven Nys. Die moet er zo dadelijk gaan aankomen in de bocht. Maar ik zie hem nog altijd niet. Nee, hij rijdt hier gewoon opnieuw voorbij de materiaalpost. Niks aan de hand met die fiets van Sven Nys. Dat is straf. Dat is goed. Enfin, dat is goed nieuws voor hem bedoel ik. Een seconde hebben ze hier rondgereden. Ja, maar dat is inclusief de startaanloop. Dus ja, om daar een berekening over te maken over ronden, zullen we best nog een tweede ronde afwachten. Renners moeten quasi al naar hier komen. Ja, een aantal mensen zijn ook in Nederland ook gereden vandaag in Sint-Michiels Gestel. Daar zit bijvoorbeeld een Twan van den Brand zit daar, Van Empel, die mannen rijden daar. De grote keer bergaf, drie keer bergop. De laatste keer bergop is een niet echt stijl, twee keer stijl bergop kruipen. Ik was net naar Tarmac aan het kijken die als laatste bergop liep. Die stond er ook stil, dat geeft anderzijds ook de mogelijkheid, je kan recupereren. Die eerste, die moeten doorgaan, die hebben geen tijd om even op adem te komen. Ja, maar je kan toch beter helemaal vooraan hangen, want met die recuperatie, ja, daar verlies je ook meters mee. Gunstige positie. Maar Sven lijkt zich niet druk te maken, blijkbaar. Ik heb hem nu al twee keer zien passeren hier uit de bocht. Dus stil aan traditionele race van Sven Nys. Nee, ik denk nooit dat dat bewust is bij Sven. Alleen dat Sven, zeker als een heel goeie benen, enorm rustig bij zo'n situaties kan blijven. En ik ga er momenteel van uit dat dit het geval is momenteel. Maar ik voel Sven zijn benen natuurlijk ook niet. Tom Meersen, die toch aan het proeven is. We zien dat hier goed in beeld. Het is het heroptreden van Tom Meersen. Hij heeft voor film gegeven in 6 crossen. Duval. Balken helemaal niet hoog. Een goede 35 centimeter maximaal. Dus dat kan er. Hij loopt naar beneden. Ja. Heeft nog thans niemand die in zijn weg rijdt. Dus Sven is toch stilaan naar het groepje achtervolgens aan het toerijden. Dus ik zie toch stilaan. Geleden en hij zat eigenlijk wel te wachten om zelf nog eens te winnen. En hij kan nu. Hij heeft de koers in handen nu. Hij kan zijn. Koffers ook allemaal trainen in Spanje. Maar dan zitten ze in Mallorca, of toch heel vaak in Mallorca, waar er toch iets is die elke keer wil opspringen. Maar je moest er nu in dezelfde parallel doen. De kampioen van België, die het spoor rijdt van de kampioen van Zwitserland, Julien Tarmarca. Tarmarca die we in beeld zien komen. En daar is dan Sven Nys met Bart Arnhuis, die ook teruggevallen is. Zo dicht bij huis. Er is al sinds een mooie wedstrijd ook van Walsleven, daar in de tweede positie. Oeh, serieus tegen de grond smakt. Ja. Zich serieus bezeerd heeft. Oh, dat is pijnlijk, ja. Oh, ja. Ja, die zone ligt inderdaad wel op een heel hobbelige weide. En als je dan niet goed neerkomt... Ja, en je krijgt ook uiteraard van de militaire overheid, hè? Tuurlijk. Beschikking zijn van de... Sven is terug onder de mensen gekomen. In het groepje met Tarmarca, Van Amerongen, de twee van Tournouts en Wietse Bosmans. Dan Bart Arnhuis. Die iets was conditie, geen piek houden. We kijken hier intussen naar Sven Nys, ja. Die aan het opschuiven. Geraken meer en meer gespreid, dus het is niet meer in groepjes zoals de eerste ronde. Het is een man tegen man. 6 meter op elkaar liggen op een hele hoge snelheid erover kan. En Tom Meersen is dan weer de renner die in principe het hoogste kan springen. Die heb ik al over 70, 80 centimeter zien springen. Ongelooflijk. Ja, mooi. Eigenlijk een paar balken inleggen. Ik op een snel parcours leggen ze geen balken in. Vierde nu. En Tom Meersen, zo slecht gestart aan de wedstrijd, rijdt hij nu al terug in de vijfde positie. Wat een rare wedstrijd. En dan Tarmarca met een heel rijtje achter hem, met Walsleven, met Sven van Tournhout. Dat was de beste vandaag. Wereldkampioen Niels Albert met zijn 7e overwinning. Hij doet het opnieuw. Niels Albert is terug onder de mensen.
profiel. Van het ene podiumplaats, van de ene podiumplaats naar de andere won de laatste weken. Kevin Paulbos, goed, een goede reeks bezig, pakt hier de letters. En dan wordt er nog gespeeld voor de vijfde plaats. Het is Arnhuis voor Walstevenen van Turnhuis. En dan komt nu Wietse Bosmans als achtste over de streep. Dat is heel knap. Bart Welles, die zal nog maar eens naar zijn kraker kunnen. Na die val over de balkjes. Tiende plaats voor de kampioen van Zwitserland, Julien Terremarca. En daar komt Klaas van Tornhout, zo goed gestart, maar gevallen onderweg, pech gekend. We weten het niet, het was buiten beeld alleszins. Ja, de wei is heel hobbelig en ik denk dat ik net op een boeltje terecht kwam. En, ik was de evenwicht kwijt na de eerste en de tweede raakte ik weer over en ik ging los over de kop. En ik kon niet direct mijn handen zetten, dus ja, ik was terecht op mijn hoofd. En in het eerste moment denk ik van ja, weer niet. Maar dan stapte het terug op en dan wilde het toch nog verder. Hè, want ik had eigenlijk wel goeie benen. Ik zat in dat groepje eigenlijk relatief op het gemak. En ja, dan wilde die goeie benen nog laten zien. Dat lukte toch niet echt. Omdat ja, de rug en de nek en hoofdpijn. En, ja, je doet dat toch nog een deel voor het publiek. Want dat was toch weer geweldig vandaag. En dat is altijd wel plezant.